En voor jou een boterham. Genieten van knulletjes. Een heerlijke kaffee, ja. Wat eten. Ja, alleen maar het beste voor jullie, hè, mijn zoon. Die weken wachten, dan kan Bellenaas kopen. Jee, yeah. Eindelijk. We zijn de drie musketeers. We zijn de drie musketeers. Welkom bij ons nieuwe vlog. Ik ben Jesse. Ik ben Sam. En wij zijn de Barretjes. Vandaag gaan we een sketch doen. Ja. Net zo eigenlijk als een beetje stoute Jesse en Sam en lieve Jesse en Sam. Alleen nu... Rijke Jesse en Sam en... Geen rijke Jesse en Sam. Ja. Ik ben benieuwd. Zullen we gaan beginnen? Oh. Sam. Lekker wakker worden. Goedemorgen. Jesse, ik heb het zo koud. Ja, was het nadat we zo rijk waren dat we een lekker groot bed hadden. Ja. Het is één voordeel. Ja. We hebben geen geld voor een pyjama. Ja. Dus. Maar we kunnen wel met schutten en slapen. Ja, dus we hoeven niet, dus om te niet aankleden. Nee. Ik zie niks. Oeh ja, nu wel. Ik had het ooglapje op. Oh, lekker. Een tweepersoonsbed. Lekker slapper. Weer een nieuwe mooie dag, lekker veel geld verdienen. Hey Sam, word je wakker? Hoi Jesse, goedemorgen. Heb je lekker geslapen, Sam? Ik heb heerlijk geslapen in de grote bed. Ja, ik ook. Heerlijk. Zullen we naar beneden gaan? Ja, ik kom daar. Ik heb best weinig verdiend. Ja. Brood, oh, dat is wel echt heel fijn. Een knoop, yeah. Een paperclip en 10 cent. Wat zullen we daarvan kopen? Een snoepje of zo. Zelf snoepje. Ik kan geen snoepje ervan kopen. Nee, hey, maar we hebben in ieder geval wat te eten. Ik pak even lekker wat water voor jullie, jongens. Lekker. Misschien kunnen we sparen met geld dat jullie een keer ergens kunnen gaan douchen. Want jullie worden wel een beetje smerig, een beetje smoeselig. Hoe voelen jullie verder? Niet goed. Hoe komt het? Alleen 10 cent. Eindelijk heb je iets om mee te spelen. Kijk, dan doe je dit hierin. En dan moet je het proberen om helemaal vast aan te maken. Misschien met die 10 cent, als je nou flink spaart. En zelfs je nog meer gaat schooien in de stad. Krijg je misschien nog een centje. Misschien kan ik hier een bellenplaat voor jezelf kopen. Oh ja. Ja. Heb je ook wat te spelen, jongen? Nou, heb je nog niks te spelen. Nee, ja. Wie is dit, hè? Lekker water. Oh, lekker water. Gooien, nee. Oh jongens, ik ben hier echt heel... Moet je kijken hoe duur het normaal is. Ja. Hoe duur is het normaal? 1 euro. 1 euro. En van wie hebben jullie dat gekregen? Weet ik niet. Gewoon een man die daar liep. Ja. Kijken voor jou een boterham. En voor jou een boterham. Mm. Genieten van knulletjes. Dat moet niet lekker. Nee, maar Sam, we mogen lang blij zijn dat we iets te eten hebben, hè? Dag jongens. Ja, hoi. Hoe hebben jullie het gehad op school? Heel goed. Ik heb jullie ontbijt klaar. Ja. Ik heb vandaag een heerlijke caviar. Lekker eten. Die kostte 250 euro. Oh. Maar alleen maar het beste voor jullie natuurlijk. Lekker. Een blaadje, want het is normaal. Geen idee waarom rijke mensen dat doen, maar dat leggen we doen gewoon. Ja. En ik heb een hele lekkere wijn voor jullie. En welk jaar komt die? Uit 1875, dat is een goed jaar. Ja, alleen maar het beste voor jullie, hè, mijn zoon? Ja. Jesse, mijn zoon, hoe was het op school? Heel interessant. Ja, heb je weer veel geleerd? Heel veel. En mijn andere lieftallige zoon, hoe was het bij jou op school? Heel. Heel leuk? Ja. Heb je nog nuttige dingen geleerd? Nee. Nee. Maar jou hoeft niet te leren, want we hebben toch al geld zat. Ja. Wil jij een lekker wijntje? Ja. Ja, ik zal het even voor jou inschenken. Het is wel lekker schuimerige wijn, schat. Ja, dat is wel lekker. Oh.
Roos gaat ons ruiken. Ja. Ik heb een broek, maar die is helemaal kapot. Yeah. Het is maandag en ik heb er hard voor gewerkt. Maar kijk eens, jij krijgt van mij 10 cent. Ik krijg niet. Jij krijgt ook 10 cent, schatje. Dit is jullie zakgeld voor de hele week. Jezus, nog 5 3 maanden wachten, denk ik. Dan 3 weken. 3 weken wachten, dan kan ik een billenblaas kopen. Jee, yes. Eindelijk een billenblaas. Dat is zo cool. Zo cool. Ja. Yes. En ik vond allemaal mooie pennetjes. Sam is zijn geld alweer kwijt. Dat heb je snel gedaan, schat. Wat is het nou? Sam, 10 cent. Moet je de hele week mee doen. Luister, doe er nou heel voorzichtig mee. Sam, Sam, ik heb hier hard voor gewerkt, jongen. Papa. Ja, wat is er, mijn zoon? Het is maandag, dus ik krijg eigenlijk nog zakgeld. Ja. Ik wil niet flauw doen, maar... Sorry, ik zal even in mijn portemonnee kijken of ik nog een klein zakcentje voor jullie heb. Oké. Okay. Oké, kijk eens. Ik heb 500 voor jou, mijn zoon. Maar jij mag niet, hè? En ik heb... 500 voor jou. Oeh. Gaan jullie wat leuks van doen, schatjes? Ja, ik ga een motor kopen. Jess, jij hebt toch al een motor? Oh ja, daar heb ik gelijk in. Ik ga toch voor een Bugatti, want ik heb al heel veel geld. Lekker Bugatti, en die heb ik nog niet. Nou, Jesse wil heel graag een Bugatti. Nou, die kan hij wel kopen als hij de rest van zijn centjes erbij ligt. Ja. En Sam, wat ga jij van dat geld kopen? Ik ga heel veel snoep kopen. Snoep? Wat verrassend, ja. Mijn schat. Ja. En denk je niet dat je buikpijn krijgt van zoveel snoep? Nee, want... ik kan een hele dikke buik hebben. Hoeveel centjes hebben jullie al in totaal? Ik heb één. Ik heb 100 miljoen. 100 miljoen? Ik heb... Oh. Ik heb 100 miljoen. Zoveel? Nee, ik heb triljard. Ik heb triljard. Hij is triljoen. We hebben toch geld zat. Jij hebt deze gemaakt, de dubbele. Ja. Ik heb deze anders gemaakt. Ja. Ik heb alleen opgedroogd krijt. Dat is echt super stom. We kunnen daar niks mee. Heb jij honger? Ja, ik heb super. Ik wil een snoepje. Ik ook. Heb je nog een snoepje? Ja, voor mij ligt er nog een snoepje in de kast, hoor. Het zal niet veel zijn, maar als het goed is, hebben we nog wat in de kast, jongens. Oké, dan gaan we lekker kijken. Deze snoepje. Oh, ja. We kunnen niet samen delen, maar we willen wel dan. Snijden? Ja. Oké, dit gaan we snijden. Ik wist het. 4 stukken snijden, weet je wel? Ook nog wel een andere keer, toch? Okay. Gaan we snijden? Ja, wij doen vandaag de grootste stuk. Dit stukje voor morgen. Ook voor morgen. Dit stukje is voor vandaag. Ik heb nooit dit meer geëet, dus ik ga nou proeven. Lekker! Zullen we een snoepje pakken? Ja! We hebben toch al de snoep van de wereld. Ja. Kom. Oh, snoep, lekker eten dan. Oh! Papa! Oh. Lekker zwaar ook. Ja. Wat vind jij lekker? Oh man, we hebben voor mij wel alle snoep van de wereld. Ik denk wel dat we elke maand wel voor 300 euro snoep kopen. Ja. Kijk hoeveel we hebben. Wij zijn zo arm. Nee. Dit is zelfs kapot en wij kunnen dit zelfs niet betalen. Nee. Alleen gelukkig hebben wij ook een leuk speelgoedje. Een fietsje van vroeger. We gaan nou even oefenen. Kan je het allemaal een beetje? Ik ben zo blij met het fietsje. Jesse, mag ik al een keer? Ja. Hoe is het, Sam? Oh. We zijn vanmiddag vrienden nu. En we gaan lekker buiten spelen. Ja. Wat hebben we allemaal waar we mee kunnen spelen? We hebben heel veel dingen. Het is heel duur allemaal. Ja. Deze. Nee. Ja.
Ik denk dat ze dat duurste dan van ons. Nee. Hoeveelbord? Ja, bord. Gaan we lekker. Jam. Dit is super duur. Ze zijn €160 met het zitje en een hoeveelbord. Ja. Dat zijn bijna de allerduurste die je kunt krijgen. Nou gaan we heel hard draaien. Ja. Als je nog geen abonnee bent, abonneren op het belletje klikken. Duimpje op. En die actie kunnen vinden we leuk. Doei.